We gaan kijken naar de welbekende rugnummeractie die u de laatste weken zelf al mee hebt kunnen doen. De deskundige jury van de Heineken heeft er allerlei mensen uitgezocht. Er zitten 10 mensen achter mij volgens mij die er aan mee hebben gedaan. Er blijven uiteindelijk 3 over en die kunnen uiteindelijk een reis winnen. Eentje ervan althans voor 2 personen naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. En de genomineerden zijn Jaco uit Rotterdam. De verlenging is van ons, ze zijn helemaal leeg. Hans uit Dordrecht. Kaas, kaas, perestrojkaas. Ja, dat spreekt voor zich. Toch? En Koen uit Oosterbeek. 50-50. Creativity. Ja, Koen. Gaat het allemaal nu gebeuren? Isra gaat uit die bakken 1 winnaar pakken. En het winnende nummer hoort bij Hans uit Dordrecht. Hans uit Dordrecht! Onvermijdelijke sportvraag, wat gaat er nu door je heen? Het waren 2 geweldige uren. Het is nog niet afgelopen. Ik denk, hartelijk gefeliciteerd. 2 mensen mogen er mee. Prachtige koffie er ook bij. En de andere 2 genomineerden die het net niet geworden zijn, die krijgen dit boek van René van der Grijp. Grijp, het levensverhaal van René. Waar dit verhaal ook in staat van Zuurbier? Of,